Vandaag in de vlog, waarom moeten Bonnie en ik de hele tijd huilen? Ik zit sowieso echt in mijn hel-era. Waarom laat ik Bonnie alleen achter in mijn huis? Wat zouden jullie doen als je alleen in Brams huis? Inderdaad, goede vraag. Waarom stinkt de Pride-expositie van het Stedelijk Museum zo? En waarom had ik een van de vreemdste ervaringen ooit in een restaurant? Zo. Goedemorgen. Ik heb gisteren, nadat ik de vlog afsloot, dacht ik, ik wil nog even iets kijken. Iets wat niet te lang duurt. Iets op Netflix, gewoon iets gezelligs. Soms heb je gewoon even behoefte aan een mooi verhaal. Maar ik had ook niet te veel tijd, want ik wilde ook op tijd naar bed. Dacht ik, nou, 1 aflevering van het nieuwe seizoen van Heartstopper, dat kan wel. Het voelde wel als een drempel om daarin te duiken, omdat ik weet van de vorige keer dat ik het volgens mij in een paar uur heb gebinged en dat ik er behoorlijk door geraakt was. Dus ik dacht wel van, oh, waar begin ik aan? Maar de eerste aflevering was weer zo mooi en zo bijzonder. Het is zo liefdevol en warm en er gebeuren wel af en toe een beetje erge dingetjes. Maar het is allemaal heel zoet, is eigenlijk het goede woord. Het is allemaal heel zoet. Het is eigenlijk zoals je wil dat een tienerromans zich voltrekt. Heel erg geschikt om met het hele gezin naar te kijken. En ik denk dat het dan voor heel veel mensen heel erg leerzaam zou kunnen zijn. Heartstopper, dus een hele mooie serie over een groep middelbare scholieren in Engeland. Waarvan 2 jongens verliefd worden op elkaar. Maar ook de personages om hen heen zijn super leuk en interessant om te volgen. Het zijn redelijk korte afleveringen. Dat is wel prettig. Maar daardoor is het ook wel heel verleidelijk om er nog eentje te kijken. En nog eentje en nog eentje. Maar ik heb me enigszins weten in te houden. Ik heb er maar 4 gekeken. Ik weet niet precies hoeveel er zijn, maar ik denk maar 8 of zo. En net als bij het vorige seizoen, ik moet gewoon de hele tijd huilen bij Heartstopper. Ik heb het vorige seizoen 2 keer gekeken. De eerste keer was ik erg geraakt. Toen keek ik het in mijn eentje. Toen voelde ik me een beetje zo van, oh ja, dit is de liefde die je als jonge homo zou willen hebben. Maar eigenlijk die eigenlijk niet bestaat, omdat je gewoon, als je 15 bent, ben je nog gewoon veel te druk met jezelf en wat de omgeving wel niet van je vindt. Dat zit ook wel in de serie hoor, maar ik kreeg een soort heimwee naar een tijd die helemaal niet heeft bestaan in mijn jeugd. En daarna heb ik het nog een keer met Jelle samengekeken en toen moest ik ook weer de hele tijd huilen volgens mij. Maar toen was het meer een soort, toen voelde ik het ook een beetje zo via hem of zo. Ja, moeilijk uit te leggen. En nu moest ik ook weer bij iedere aflevering wel huilen, gewoon vanwege dat het zo mooi is, zo lief is. Maar ook wel dat eigenlijk iedereen op een paar echte pestkoppen na reageert iedereen super lief. Dus de moeder van, oh, spoiler. Dus de moeder van Nick, die in het vorige seizoen uit de kast is gekomen als bi, die gaat zo lief ermee om. Maar er is ook bijvoorbeeld een basketbalcoach die betrapt ze tijdens het zoenen in het materiaalhok. En dan wordt een van de 2 op het matje geroepen. En dan denk je, gewoon omdat je geconditioneerd bent door high school series, door het echte leven, van oh god, nu gaat er iets ergs gebeuren. Dan blijkt dat die coach alleen maar hele begripvolle, lieve dingen heeft te zeggen en heel erg meeleeft en heel erg zegt van nou, als je wordt lastiggevallen, moet je het bij mij melden. En dan moet ik dus ook huilen, omdat het zo'n ideale wereld is van hoe mensen zouden moeten reageren. Verder zal ik niks verklappen, want ik denk dat veel mensen het nog moeten kijken, maar het is echt een enorme aanrader. Heartstopper dus op Netflix. Vandaag wordt een hele leuke dag. Vanmorgen ga ik even werken, maar niet alleen. Want Bonnie komt hier naartoe. En dan, want bij haar thuis wordt nog steeds verbouwd. Dus dat is niet echt lekker om daar te werken. Dus dan gaan we hier vanmorgen even samen werken. En dan gaan we samen lekker lunchen. Dan ga ik naar Amsterdam. En dan ga ik met Ingromar naar het Stedelijk Museum. Daar is een Pride-expositie. En ik denk dat we nou lekker wat gaan eten of wat gaan drinken. Wel een volle dag. Want ik moet eigenlijk wel mijn vlog voor maandag afmaken, want ik weet niet zo goed hoe dit Pride weekend verder gaat verlopen. En ik moet eigenlijk een beetje opruimen, want in deze troep durf ik Bonnie dan maar niet te ontvangen. In ieder geval even de keuken en de was. Ik ga even iets controleren. Oh. Zo. Nou, hij is wel leeg, maar dat komt omdat ik wat in het potje heb gedaan. Ja, ja. Ja, ik heb er eerlijk gezegd gisteren een paar gegeten. Echt? Ja. Heb je dat ook gefilmd? Nee.
Maar mijn soepvrijheid is weer voorbij. Ik ben nu gewoon... ik kan mezelf nu gewoon beheersen. Echt? Is het idee. Doe je alsof? Ik doe alsof, maar dat werkt goed. Ah, ja. Nou, goed zo, Poes. Ja, dank je. Dat hij nog niet helemaal leeg is, is al... Ja. Achievement. Wij dachten 3 dagen. Gisteravond, voordat ik ging slapen, dacht ik... Ik ga even 1 aflevering in je hartstoppen kijken, maar dat lukt niet echt. Oh, mij wel. Ja, jou wel. Ja, hoe doe je dat? Ik was moe. Ja, ik was ook moe. Ik moest ook echt naar bed. Maar ik heb ook echt het idee dat jij beter tegen slaaptekort kan dan ik. Mm. Ook, jij, de laatste tijd heb je ook best wel veel events en zo, dat je ook drinkt. Ja. En zit je er toch wel weer kwiek bij de dag erna. Tenminste, ik ben hier niet elke dag. Nee, ja, bijna dat, wel. Dat is wel waar, ja. Ik heb het gevoel dat ik echt zo op vakantie zo helemaal ga instorten. Lekker, toch? Ja, heerlijk. Kijk ernaar uit. Je hebt 1 aflevering gekeken. Ja. Maar jij moet ook de hele tijd huilen, toch? Bij hartstoppen. Ja. Maar waarom moet jij huilen? Ik zit sowieso echt in mijn hel-era. Je moet overal huilen. Nou, wel veel. Ah, okay. Ja, vooral als gewoon... Ik ben even zijn naam kwijt. Nick en... Nick en Charlie. Oh ja, als Nick en Charlie gewoon samen zijn. Ik vind ze zo cute. Mm. Ja, ze hebben ook zo van die... schattige dingetjes, maar ook van die struggles, zoals dat Nick dan uit de kast probeert te komen en dat het dan niet lukt. En zo ja. Denk ik, oh, schat. Nou. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon heel aandoenlijk. Het is heel aandoenlijk. Ik vind het ook allemaal heel zoet. Ja, en er gebeuren af en toe wel zo'n beetje erge dingen, maar nooit echt iets heel ergs. Dat vind ik ook fijn. Gelukkig. Ja. Nou, misschien nog in de laatste afleveringen. Ja, dat zou kunnen. Maar in het eerste seizoen was ook allemaal een soort heel... Kabbelde zo een beetje zo lekker. Ja, oh, dat is zo fijn. Volgens mij heb ik dat toen gebinged toen ik een keer ziek was. En het was echt heerlijk. Ja. Ja, ik moet dus huilen of als er soort herkenbaar iets is vanuit de kast komen. Of soort... Ja, dat lijkt me nog heftiger. Al helemaal als je ook een man bent en vriendjes hebt gehad. En... Ja. Dat lijkt me nog meer relatable. Omdat je dan misschien ook aan je jongen zelf denkt. Of zo. Ja, en een soort relatable. Ik noemde het net een soort heimwee naar iets wat nooit is gebeurd. Oh, schat. Ja, omdat ik denk dat heel veel homo's het hebben. Als ze dat kijken, dat ze denken... Oh ja, dit had ik zo graag gewild toen ik 15, 16 was, maar... Ja, voor mij is het juist echt herkenbaar, maar dan als meisje met een vriendje. Oh ja, ja. Maar dus niet naar iets wat ik nooit heb gehad. Nee, ik wilde zoiets, wat mijn hetero vrienden inderdaad hadden. Oh. Ja. Maar ik moet ook steeds huilen, dat vind ik eigenlijk wel lief als... Als de volwassenen iets heel liefs doen. Oh. Zoals die moeder van Nick, die dan zo heel begripvol is. En ja, precies die is echt de goede schat. Dingen. Ja. Die basketbalcoach. Oh, die heb je nog niet gezien. Nee, niet. Maar gewoon als de volwassenen zeg maar heel reageren zoals ze in de ideale wereld mensen zouden reageren op LHBTQIAP+'ers. En ik vind het ook leuk dat die vriendengroep, tenminste, ik heb dus letterlijk 1 aflevering gezien, maar het zijn op een bepaalde manier een soort buitenbeentjes. Ja. En die zijn dan ook gewoon zo heel supportive naar elkaar. Ja, en zo. Ongelooflijk. Ja, ja, echt lief. Nou, gaan we maar eens wat lunchen. Lekker. Jammer dat we niet meer samen op je fatbike kunnen. Dat is heel jammer. Die is helemaal uit elkaar gevallen, helaas. Misschien wel daardoor. Jij hebt hem kapot gemaakt. Nee. Shit. Nee, de schroefjes waren te kort. Ze hadden de verkeerde schroeven ingezet. Oh, echt? Ja. Het was gewoon een productiefout. Oh, lekker wel. Ja. Goede reclame. Ik heb wel 2 van Moof weer. Leuk. Kunnen fietsen. Ik kan ook voorop op de van Moof. Op de stang. Ja, heb ik ook bij Dook gedaan. Ja, dat kan. Ja. Ja, we kunnen ook gewoon lopen, toch? Ja, we kunnen lopen. Ja, wat jij wil. Jij hebt een beetje een drukke planning. Ja. Poeh. Ik krijg helemaal een beetje... Schat, moeten we dan wel ergens gaan lunchen? Ja, het is 1:30. Ik wil niet dat je stress krijgt. Nee, maar dat ik 2 dingen op 1 dag heb gepland. Oh. Ja. Pray for Bram. Ja, inderdaad. En vanaf hier is er iets verschrikkelijks gebeurd. En ja, ik baal er ongelooflijk van. Maar ik ga proberen niet al te lang stil te staan bij hoe verschrikkelijk ik het vind. En gewoon zo goed mogelijk voor jou proberen op te lossen. Want je hoort het al, het probleem is... Er is geen geluid. En dat heeft te maken met deze vrolijke vriend. Mijn microfoon die op mijn camera zit. Niet altijd, dus... Er zijn wel stukjes alsnog met geluid, maar de rest van de dag, iedere keer als ik deze microfoon erop zette,
is het misgegaan. En dat heeft te maken weer met al deze knopjes die erop zitten. Waarom zitten er zoveel knopjes op? Ja, inmiddels heb ik trouwens al deze knopjes met secondenlijm vastgelijmd. Dus dit probleem gaat nooit meer gebeuren. Maar in deze vlog van vandaag en in de vlog van morgen over de Pride is het misgegaan. Al die knopjes stonden verkeerd en er is helemaal geen geluid. Ik kan het niet allemaal gaan nasynchroniseren. Ik kan ook niet Bonnie vragen of ze nog eventjes alles wil herhalen wat ze hier zei. Maar ik weet nog wel waar we het over hadden. Wat we hier zeggen is, we hebben lekker op het terras gezeten, we hebben heerlijk gegeten en we zaten verrassend genoeg lekker in de zon. Terwijl de weersvoorspellingen voor de komende dagen een stuk minder goed zijn. En dat is heel jammer, want de volgende dag is namelijk de Pride in Amsterdam. En het is de eerste keer dat Bonnie naar de Amsterdam Pride komt. Daar kijken we allebei heel erg naar uit. Maar het is natuurlijk wel heel jammer dat dat dan in de stromende regen moet gaan plaatsvinden. Nou, zullen we lief zijn voor elkaar? Zeker. Beste vrienden, toch, Kaar? Hey! Het wordt steeds erger met ons, hè? Nou, Bonnie blijft nog even hier. Dan krijg ik een sleutel. Ja, inderdaad, wie weet. Ja, was gezellig. Wat zou ik doen? Wat zouden jullie doen als je alleen in Brams huis zit? Inderdaad, goede vraag. Dat weet je in de comments. Laat het weten. Wat ja, zouden ze doen? Koffie zetten, kan je aaien. Ja. Als apparatuur stelen. Zo. Nou, doe of je thuis bent. Ja. We gingen naar het Stedelijk Museum voor de speciale Pride-expositie die er was ter ere van de Amsterdam Pride. Het was wel iets anders dan ik had verwacht, maar gelukkig viel er genoeg moois te zien, zoals deze werken van Keith Haring. Deze was speciaal voor de gelegenheid opgehangen. Ingemar herkende meteen het landschap van Curaçao en ik heb een paar werken gefilmd die ik erg mooi vond, inspirerend vond of juist heel lelijk vond, zoals dit. Hier ligt een boek, een heel grappig kookboek met allemaal vlees. Bijvoorbeeld hier een soort fruitsalade, maar dan met vlees. En ze hebben het hele boek hier met speldjes aan de muur gehangen. Toen dacht ik, oh, dat is best een leuk idee om thuis ook te doen. Als je een mooi boek hebt, alle bladzijden eruit en dan ophangen. En Ingemar zegt, misschien kan je dat met je theorieboek doen van je rijles. Heel erg te stinken. Dat is heel vies. Piemels of zijn niet piemels? Dat is de vraag. Ik had verwacht dat de expositie iets meer over de Pride zou gaan of dat het iets explicieter queer zou zijn. Maar ja, voor mijn gevoel was het nogal een bij elkaar geraapt zootje met ogenschijnlijk nogal willekeurige kunst van queer kunstenaars, zwarte kunstenaars, vrouwen. Dus het was heel erg ingezet op diversiteit. Maar ja, ondanks dat ik toch wel mooie dingen had gezien, voelde het een beetje alsof ze gewoon makkelijk wilden inhaken op de Pride en zich heel erg richten op toeristen die toch al in de stad waren voor de Pride. Dus Stedelijk Museum, step up your game. We gingen eten bij Pianeta Terra, een restaurant dat een beetje verstopt zit in de Beulingstraat. Zogenaamd een verborgen parel. Nou, het werd een bijzondere ervaring. Ze hadden een soort verrassingsmenu, je mocht zelf niet kiezen. Nou, dat vind ik altijd wel fijn. De champagne was heerlijk, het eten was goed, maar de bediening was ongelooflijk. Nog nooit zoiets meegemaakt. Echt een wonderlijke ervaring.
Nu kunnen we er inmiddels om lachen, maar op het moment zelf was het eerlijk gezegd behoorlijk weird. Oké, wat er gebeurde. Ik had al van tevoren een paar recensies gelezen over dit restaurant. Daar kwam de bediening al ter sprake en in één recensie stond: de ober sprak ons toe alsof we stoute kinderen waren. Ik dacht, nou, zou het echt? Het zal toch wel meevallen. Maar nee, het viel niet mee. Het begon er al mee dat ik mijn servet had laten liggen op tafel toen de eerste gang werd opgediend. En dat hij echt zo met een heel wild gebaar zo, op, weg deed. En ik voelde me helemaal een soort schuldig dat ik het niet goed had gedaan. En ook de rest van de avond sprak de ober ons echt toe alsof we een stel kleuters waren. Maar ja, het dieptepunt was toch wel dat hij na het hoofdgerecht kwam aanlopen en hij zag mijn lege bord en hij zei, goed gedaan. En toen zag hij het niet helemaal lege bord van Ingomar, want het was echt een groot stuk vlees. En toen zei hij, jij niet zo goed gedaan. Nou, kon echt niet. En toen vroeg hij, vond je het niet lekker? Zei Ingomar, nou, een beetje te peperig. Toen vroeg hij aan mij, vond jij dat ook? Zei, nee, ik had daar geen last van. Nou, dat is dan een interessant verschil tussen jullie. Echt zo weird. Ja, het was ook wel grappig, maar het was ook gewoon een beetje ongepast. Gelukkig gebeurde er daarna ook nog iets leuks. We liepen namelijk het restaurant uit. En ja, zoals de hele stad helemaal in Pride-stemming is, kwam er ineens een volledig uitgedoste drag queen langsgelopen. En die liep niet zo snel op de hoge hakken. Maar er kwam ook van de andere kant een bezorgscootertje aangereden. En die moest stoppen voor de drag queen. En die stopte. Toen liepen wij langs hem. En toen zei die jongen van de bezorgscooter deze helm af. Toen dacht ik even, oh shit. Wordt het nu homeless? Wordt dit gedoe? Maar hij zei, gefeliciteerd, hè? Happy Pride. Of hoe moet ik jullie feliciteren? Het was echt heel erg lief. Dus dat maakte dan wel weer veel goed. Trouwens, het eten was wel erg lekker. Maar het was ook behoorlijk duur. Voor €200 hebben we gegeten, 4 gangen. Dus niet per se een aanrader. Behalve als je graag wordt toegesproken als een stout kind. Zo, ik ben weer thuis. Het was heel gezellig in Amsterdam. Het was heel gezellig met Bonnie. Het was eigenlijk een hele leuke dag. We waren ook nog heel even op het straatfeest van Prik. Maar ik kon het even niet aan. Het was even too much. Ik was niet in de stemming voor zoveel mensen. Want ik werd echt helemaal fijn gedrukt daar. En ik wilde ook mijn energie sparen voor de Pride morgen. Dankjewel voor het kijken. En ik zie je graag morgen weer. Kijk maar even. Doei!